Goedemorgen, wij zijn wakker. Ik zit te kolven. En de hele family is wakker. Hey. Goedemorgen, wij zitten lekker een groene shake te drinken. En we wachten even op de boodschappen. En het is gebeurd. We hebben boodschappen besteld. En we hebben zeg maar vooruit gepland steeds. En ik doe dan gewoon een oude bestelling kopiëren, plakken en een nieuwe datum. En dan doe ik één dag ervoor nog wat dingetjes weghalen of toevoegen. En dit keer waren we te laat daarmee. Toen was het van, oh nee. Dus wat krijgen we nu binnen? Wel gelukkig heel veel boodschappen die we ook echt nodig hebben. Maar ook bijvoorbeeld een stickerverwijderaar nog een keer. En nog een paar dingen dat je denkt, hadden we geen tweede van nodig. Simpje vindt het maar al te fijn om te knuffelen met Mila. Soms doet ze een te heftige beweging, zoals je ja. Hij kwam er zelf helemaal bij liggen. Ja, wij zien. Ik heb lekker salade hier. We hebben ananas erdoorheen. Feta kaas erop. Enzovoort. Ik ben bezig met de zaterdag video. Ik hoop dat mensen het leuk vinden. Het is zeg maar de beauty stash helemaal uitzoeken weer. Lang niet meer gedaan. Oh, ik wil trouwens iets unboxen. Ik heb iets besteld en ik zag het bij Charlotte, mijn juriste. Het is een... Hier, ik ga het even laten zien. Het is zo briljant. Hoe open ik dit zo? Kijk dit. Dit heet Timeular. Time. Hier, wacht. Niet gesponsord, zelf besteld. Dit is hoe het heet. En het is een soort tijdtrekker die je op je bureau legt of op tafel of whatever. En dan kan je dus tracken wat je allemaal aan het doen bent. Dit. En er hoort dan een dingetje bij, zo. Dan kan je hem zo neerzetten. Dan kan je dus, het is heel handig voor zzp'ers, maar ik dacht ook gewoon voor real life dingen. Om gewoon te tracken hoe lang je met iets bezig bent. Wat schattig, dat potloodje erbij. Hiermee laat je hem op. Great, you're here, shall we? En dit is hoe je hem gebruikt. En dan kan je dus op ieder vakje zet je iets. Bijvoorbeeld, je schrijft erop. Oh, dan kun je met deze kan je hier waarschijnlijk op schrijven. Of je plakt er een sticker op. Kijk, ze hebben allemaal symbooltjes, stickertjes. Kleurtje kan je ook doen. Of je plakt zoiets en dan kan je hier bijvoorbeeld opschrijven wat het... Ik dacht dat mensen hier opschreven. Hebben ze dat dan met stift gedaan? Anyway, en dan als je met dat project bezig bent, doe je zo. Zeg maar, dan doe je volgens mij bovenop, als ik het goed begrijp, hetgeen waar je mee bezig bent. Dus stel, ik ben aan het werk, ik ben een video aan het editen, dan draai ik hem zo naar video editen. En ik ga even op Instagram, draai ik hem naar Instagram, enzovoort, enzovoort. En op een gegeven moment kan je dus in de app terugzien hoeveel tijd je hebt besteed aan alles. Nou, ik ben echt een super, super time tracker. Ik moest zo laatst aan denken in mijn eerste boek. Heb ik ook een heel hoofdstuk over. Toen had ik nog niet eens een masterplanner, maar had ik helemaal zeg maar uitgelegd hoe ik tijd tijd bijhoud en bijhield. En ik doe dat nog steeds. Dus als ik dan denk van, oké, nou, het is weer tijd om even de hele dag te timen. En dan weet ik precies hoe lang ik met alles bezig ben. Nou, dit is eigenlijk dit. En volgens mij kan je ook gewoon hun app gebruiken los. Maar ik vond dit wel echt briljant gevonden. Zo, dit is gewoon echt slim. Zeker als je zzp'er ben, je moet je uren opschrijven. En hij werkt volgens mij met Bluetooth. Ja, je doet het met Bluetooth. En dan op basis daarvan houdt hij het bij. I'd love to see what you created. Maar wacht, kijk hier. Ze hebben op het plaatje hebben ze dus ook hier meeting staan. Is dat dan gewoon een stift? Make it yours. Use the pen and stickers. Zit er nog een stift bij? Nee. Dit is het. Ik ga het doen, ja. Nee, het is gewoon echt een blauw potlood. Huh? Oké. Ik denk dat ik eerder toch de symbolen sowieso ga gebruiken, hoor. Dat was ik al van plan, omdat ik dacht... Ik wissel toch elke keer van dingen die ik erop wil hebben. Het zijn acht dingen. Of kleur of symbool. Ik vind kleurtje eigenlijk ook wel leuk. Of allebei. Wat betekent elk symbool hier? Hier geld, muziek. Klokje, wereldje. Ja, oké. We gaan iets ermee bedenken. Ik weet niet of ik alles wil delen wat ik erop track, zeg maar. Ik werk natuurlijk aan allerlei projectjes. Ik ga hier even goed over nadenken wat ik erop ga plakken. We zijn inmiddels een paar uur verder. Wij gaan een stukje rijden. Naar ons huis kijken, met de kleine ook. Het is donker, maar ja, we dachten toch even wat rijden. Maar niet. Precies. Die ballen. Dit is echt Miller of Fave.
Het is zo leuk. Voor het slapen gaat ze even los met, op de boom. Ja, even. Hey, we moeten trouwens wanneer hij laat komt ophalen, de boom. Ik zit aan te denken. Ja, zeker. Maakt allemaal niet zoveel uit. Dat heeft geen haast. Maar... Ja, jongens, kunnen we het even hebben over dit? Hallo. Ze paste dus eerst niet in het pakje dat hij te groot was. Nu zit hij net goed. Onze kleine teddybeer. Jongens, we gaan jullie even laten zien hoe zij danst met papa. Let op. Moet je wel dansen natuurlijk. Ja. Ik weet niet of jullie het kunnen zien. Het is echt te cute. Leuk hè, ja. Dansen. Leuk hè, dansen samen. Ja. Kun je dat moutje bij haar onder met die andere? Hey. Ze zat al de hele tijd uit te kijken. Ze wordt afgeleid door het schermpje van de vlogcamera. Ja, door jullie. Ja. Ze vindt jullie veel te interessant. Ja. Hey. Ik ga koken. Wij hebben trouwens de airfryer nu hier gezet, want afzuigkap en zo is makkelijker. Was echt, ook al stond hij, zeg maar, er was veel ruimte, toch had het idee dat het niet goed, zeg maar, het ging niet goed die lucht. Yum, 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 yum. Wij gaan weer aan de slag voor ons huis. Met cheese. Maar het is gewoon nog niet op. We hebben gewoon zo achterlijk veel kaasjes. Ja. Dat je denkt, ja, nou, door eten dan maar. Moeten wel. Ja. Lastig, hè? Oh. Dus ik ga de vlog afsluiten. Wij gaan slapen wel tussen. Bedankt voor het kijken. En tot morgen.